Land hoeft niet zelfs klaar te zijn. Ik kan dus een oud schachtelpoets kan je direct over aangebracht worden. Schilders en vaklui, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Schilders TV. En vandaag een video vanuit Hardenberg, vanaf de SGA Vakdagen 2018. En ik ga hier op zoek naar de nieuwste innovaties en trends op het gebied van schilderen. En nu sta ik bij Woodfield en dat bedrijf kennen we vooral van de tape en de verf, maar ze hebben ook een nieuw product. En dat is de bouwlamp. En de bouwlamp die we kennen, die moet je niet van de steiger af laten vallen of omschoppen, want dan is hij kapot. Maar zij hebben een lamp waar ze levenslang garantie op geven. En stop 2 is bij Renovate. En Renovate doet aan houtrotreparatie. En zij hebben een 2-componenten epoxy waarmee zij dus hout repareren. En ik heb gehoord dat ik een how-to, een uitleg krijg. Dus kom, gaan we even kijken. Zorg dat je een dun laagje pasta verdeelt over je reparatie. Dat is eigenlijk voor de hechting en dat is voor het voorkomen van luchtbellen. En dan bouw ik hem eigenlijk van achter naar voor bouw ik hem op. En het is belangrijk om dit zeg maar luchtdicht te houden. Ja. En nou ga je het eigenlijk egaliseren. Ja, nou volg ik eigenlijk gewoon het hout. Waardoor ik hem in één keer strak heb. Oké. Okay. Tot die dof is en dan dat is voor de hechting van de verf. En over innovatie gesproken, Renovate is de enige in de schildersbranche die epoxyvrij werkt op basis van een polyurethaan. En als ik dan een stand opschuif, dan zie ik meteen alweer iets anders interessants voor de schilder. En dat is een mineraalgebonden structuur voor wand- en muurafwerking. We hebben een wand, heb ik volgewerkt, zodat je hem kan de designs aan kan gaan brengen. Ik gebruik hier een paneel om het voor te doen hier op de stand. Normaal gesproken kan je het dus rechtstreeks op je wand, gladde wanden aanbrengen. Wand hoeft niet zelfs klaar te zijn, kan dus een oud spachtelpoets kan je direct over aangebracht worden. Hier gebruik ik een Frans pakmes. Het kan uiteraard ook gewoon met een stukje doorspan aangebracht worden, maar voor het schilderen die zijn wat meer gewend om met een spakmes te werken. Ik kan hem in verschillende designs aanbrengen. Ik kan een hele grove betonlook maken, wat een hoop klanten mooi vinden. Ik kan hem heel glad afwerken en door blijven pleisteren, zodat je een hele gladde afwerking krijgt, die je tot op hoogglans af kan pleisteren. We hebben 12 standaardkleuren. Die worden gemaakt met pigmenten die je los bij het materiaal toevoegt. Dus je kan zelf nog variëren in de hoeveelheid pigmenten die je bij het materiaal toevoegt. De sealer wordt de volgende dag aangebracht, zodat je hem helemaal waterdicht maakt en vuil afstoot doet, dus dat hij geschikt is voor de badkamer zelf. De sealer is in 1-componenten acryl. Die is bestand tegen alle huishoudchemicaliën die gebruikt worden. Simpel aan te brengen door met een spons je ondergrond te verzadigen. Je ziet dat hij al bijna niks meer opneemt, dat het materiaal van zichzelf al waterdicht is. En ik heb even naar Gert en de Design Stone staan kijken. En wat mij betreft is het een heel handbaar product voor de professionele schilder om een betonlook te creëren.